van 50PLUS. Wat beweegt haar om de fakkel over te nemen bij die ruziende oudere partij? Ja, bent u me gevraagd, mevrouw, door meneer Nagel, ja, de partijvoorzitter? Ja. U bent gevraagd. Ik ben gevraagd. Want u was helemaal geen lid, hè, van de partij. Nee, ik ben geen lid van de partij. Nee, maar dat moet eigenlijk wel, toch? Dat moet eigenlijk wel. Je moet een jaar lid zijn inderdaad van de partij. Ja. Nu is het zo dat wij als belangenbehartigers partijneutraal zijn. En dus het voor ons lastig om u lid te zijn van welke partij dan ook. Want u heeft wel ooit ergens voor een partij in een gemeenteraadslid gezeten. Ik heb ooit voor een partij in een gemeenteraad gezeten. Ja. Maar gelukkig is er in de statuten een mogelijkheid voor dispensatie. En dat is inderdaad ook verleend. Dus u werd gevraagd en u zei meteen ja? Nee, ik zei niet meteen ja. Ik heb daar wel even goed over na moeten denken en ook met het thuisfront over moeten praten. Want het thuisfront kende net als u de chaos wellicht bij 50PLUS. Zullen we het even zorgen dat iedereen het weer op zijn netvlies heeft, hoe dat ook weer zat? Ja. Hier sluit u zich graag bij aan. Zo snel als hij opkwam in de politiek is hij ook weer verdwenen. Henk Krol stapt uit de Tweede Kamer. Nadat Henk Krol moest opstappen toen hij in opspraak was gekomen, zegt het hoofdbestuur vanmiddag het vertrouwen op in zijn opvolger Norbert Klein. Martine Baai heeft om gezondheidsredenen haar functie tijdelijk moeten neerleggen. Het hoofdbestuur van 50PLUS heeft mij nu unaniem gevraagd tijdelijk in te vallen. Geen strubbelingen meer in de partij, hè? Nee, leuk is dat, hè? Voorzitter Geert Dales, die gaat erop af. Die zegt, wat vind jij? Ben je het mee eens of ben je het niet mee eens? En dat helpt wel. Als de heer Dales morgen weg is, dan gaat de vlag echt uit. Samen uit, samen thuis. Of in dit geval samen thuis, samen uit. Dus het hele bestuur treedt af. Al wekenlang is er openlijk ruzie binnen 50PLUS. Toch komt het vertrek van partijleider Henk Krol als een verrassing. Is het niet ook een beetje kiezersbedrog? Totaal niet. Betekent dat geen van u van plan is om zich bij hem aan te sluiten? Wij moeten daar erg om lachen, nee. Soms denk ik, ik zou op die club niet meer willen stemmen. Ik zeg bijna. En desondanks dacht u, maar die kar ga ik trekken. Zeker, dat dacht ik zeker, ja. Ja? En de thuisgrond leek dat ook een goed idee? Nou, ik heb er goed over nagedacht. Niet alleen maar omdat je toch een hele andere positie krijgt. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat ik al heel lang opkom voor de belangen van ouderen. Met mijn collega's en vrijwilligers bij AMBO. Ja, de ouderenbond. De ouderenbond. En ik vind eerlijk gezegd dat ook sommige veranderingen in een ouder wordende samenleving is nou eenmaal gewoon een hoop nodig. Dat dat niet snel genoeg gaat. En als je dat vindt moet je uiteindelijk ook die politieke verantwoordelijkheid willen nemen. En vandaar dat ik uiteindelijk toch heb gezegd ik ga het doen. Ja, u bent nog niet binnen en het gedonder begint alweer. Want Corrie van Brenk, een van de zittende Kamerleden, liep zich al maanden warm voor het lijsttrekkerschap. Hier ziet u er. Ze stak het ook niet onder stoelen of banken. En zegt nu in de reactie van uw voordracht, want u moet nog officieel gekozen worden. Ik laat het er niet bij zitten dat het zomaar gaat. Ik heb veel bewondering en respect voor Corrie. Want het is natuurlijk niet niks als jouw fractievoorzitter weggaat en je weet dat niet, dat je dan de handschoen oppakt en als fractievoorzitter de partij zeg maar op dit moment in de Tweede Kamer leidt. Dat doet ze denk ik heel goed. En ik denk ook dat het goed is dat een partij iets te kiezen heeft. Dus laten we op 3 oktober gewoon kijken waar de leden hun voorkeur aan geven. Ah, u wil met haar in debat, begrijp ik. Nou, ik weet niet. Het is aan het hoofdbestuur om aan te geven hoe ze zoiets organiseren. En daar leg ik mij gewoon bij neer. Dat gaan we doen. Ik denk in ieder geval dat ik ervaring heb op de inhoud. Ik heb ervaring met de pers. En ik denk ook ervaring met verenigingen. Dus dat zijn denk ik 3 zaken waar 50PLUS op dit moment behoefte aan heeft. Ja, er moeten een paar kleine veldjes worden weggewerkt. Ik begreep dat Henk Krol opnieuw met declaraties niet heel secuur is geweest in zijn tijd bij 50PLUS. Zo heeft hij onder andere iets te veel benzine, maar ook stroopwafels gedeclareerd. Het is niet eens een grap, maar het is echt waar. Gaan jullie dat geld nog bij hem terughalen? Nou kijk, dat is altijd heel makkelijk om te zeggen als je nieuw bent. Hè, dat is voor mijn tijd. Daar ga ik ook niet over. Daar gaat het hoofdbestuur over. Ik ga over het stukje politiek. En daar zal ik mij met veel liefde en plezier voor inzetten. En daar is een hoop voor nodig. Daar hebben we wel de vereniging voor nodig. De achterban moet mee campagne voeren, moet mee een programma schrijven. En we moeten laten zien dat wij voor de belangen van ouderen opkomen. Want er is ongelooflijk veel te doen. Voor de ouderen. Voor de ouderen. Als je alleen al kijkt naar het onderdeel pensioen, daar moet op dit moment echt iets aan gedaan worden. Er mag niet meer gekort worden. Er moet eigenlijk geld bij. Dus ik denk dat wij inhoudelijk in de komende fractie, maar ook in de campagne, werk genoeg hebben en het hoofdbestuur gaat in de vereniging hard aan de slag en daar zal ik zo uiteraard bij ondersteunen. Heeft u eerst nog wat zetels voor nodig? Ja. Wanneer heeft die missie geslaagd?
Nou ja, ik heb tegen het hoofdbestuur gezegd, als je mij diep in mijn hart kijkt, hè, de helft van Nederland is 50 jaar verouderd, de andere helft wordt het. Dus we hebben een enorm electoraat, maar we moeten wel laten zien dat we dat vertrouwen waard zijn. Ik zou willen zeggen, ik zou er best voor 10 willen gaan. Maar voor 10 zetels. Maar we moeten realistisch blijven. En ik denk dat ik tevreden ben als we er meer halen dan bij de vorige verkiezingen. Dus dat is in ieder geval en bij. Dat waren, ik zit even te tellen met al die afsplitsingen, dat waren er 4, 5? 4 en plus 1 is 5. 5. Nou, ja. Ik help het u hopen. Ik ook. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Ik wel. Voor de 9e dag op reis zijn in de Wit-Russische hoofdstad Minsk massa's mensen op de been om te demonstreren tegen